aangekomen bij de boot. Het vriest. We moeten nog enige dingen klussen. Ik heb een plan om de giek hier zo. Die is daar een beetje te laag en het moet horizontaal staan. Dus ik wil hem daar een 35 centimeter omhoog krijgen. Er is er helemaal niemand op de haven. Het is helemaal stil. Geen auto's. Nog geen mensen. Misschien omdat het nog een beetje vroeg is. Nou, 9 uur 's ochtends. We gaan lekker klussen. Ondertussen heb ik daar zo een zonnepaneel geplaatst. Daar een zonnepaneel geplaatst. En daar een zonnepaneel geplaatst. Even uitkijken dat we niet uitglijden. Nog, daar is het niet helemaal goed te zien. Maar daar zit de uitlaat van de kachel. Dat is te laag. Dat komt onder water. Dus we hebben een nieuwe kachel geplaatst. Rustig weer. Min 5, dat is wel jammer. En het is allemaal een beetje rijpen overal. Vandaag echt een ijsboot. Alles is wit, zit onder rijp. Kruip onder je voeten. Want je begint al een beetje te ontdooien. Maar ik denk niet dat dat werkt zo. Je moet voorzichtig zijn dat je niet valt. Ingeling. Het is moeilijk kiezen, is dan letters uit de hand plakken. Gelukkig is het 10 keer een beetje nauwkeurig. Maar het wordt een beetje zenuwachtig. Als de N nou verkeerd zit, jongens, dan weten we het. Dan komen we door dit. Ah, jongens, echt mooi wordt als Kees. Ingeling. Ziet de boot er weer prachtig uit. Moet je kijken, de giek is omhoog. Ik heb het hier zo. Hij kwam hier zo tegen de kap.